Ik verzamel kunst, maar dat is eigenlijk ook gekomen uit het feit dat ik veel voor kunstenaars doe. Ik geef kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis, kunstlessen voor de blinden en slechtzienden. Voor de rest ben ik nog aan het schrijven, een paar artikelen. Ik maak volgende week weer een nieuwe expositie. En ik help kunstenaars zoeken naar taal. Verbinder, ja, een brug. Ja, een bruggetje. Dat is toch leuker dan een moeder? Een brug. Ik heb natuurlijk geleerd om technisch te kijken als kunsthistoricus. Dan stel je in feite een bepaalde mening uit. Maar als ik dan bij een kunstenaar op atelier ben, dan kijk ik met mijn buik. Ik ben geraakt door kunstwerken waarvan die uitgestelde mening gewoon niet mogelijk is. Wanneer ik passie zie of urgentie. Ik zat op de middelbare school in Gorinchem. En daar was mijn vader burgemeester. En er was toen een heel groot kunstsymposium. En er was heel veel kunst van Al Dekkers. In die galerie hingen drie werken van Al Dekkers naast elkaar. Eentje met drie strepen, eentje met twee en eentje met één streep. En mijn vader had helemaal niets met kunst. Hij snapte het ook echt niet. Die dacht, ja, die moest er nog wat van zeggen. En die zei, ja, één streep. Dat heeft me altijd wel gefascineerd, is dat je daar het onbegrip ziet. En toen dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk zelf kunstenaar worden, maar ik had het talent niet. Toen ben ik kunstgeschiedenis gaan volgen. Nou, dan kun je dit studeren. En dat is een grote liefde voor mij geworden. Dit is het NRE-terrein, zo'n oud fabrieksterrein. Op het hoekje zit het erfgoedhuis. Hier zitten dus die werkplaatsen. Het heet nu Meek Eindhoven. Is Lilia in de buurt? Ja, Lilia is boven. Ik denk boven. Ik ben heel lang voorzitter geweest van de grafische werkplaats en na de fusie van de gezamenlijke werkplaats. Een werkplaats is waar je allemaal apparatuur hebt waar kunstenaars kunnen komen maken. Kun jij nog eventjes een steen laten zien beneden? Mijn rol zit er voornamelijk in van het toetsen van het verhaal met het beeld wat ik zie en wat kunstenaars voor ogen hebben. Soms gaat het erom dat een kunstenaar alleen een goed gesprek nodig heeft of even de diepte in wil. Er zijn zoveel kunstenaars werkelijk ongelukkig geworden met het idee van ik moet voldoen aan maatschappelijke betrokkenheid, bijna activisme en mag niet mooi zijn. Nick! Hey. Hoe is het? Woon je in de school? Ja, ik ben weer thuis. Anderhalf jaar. Ik vertelde net toevallig thuis dat ik een recensie had geschreven van jouw LP. En dat ongeveer het moeilijkste was wat ik ooit heb gedaan. Ja. Het krijgen van een fonds bepaalt mee in de mate van succes. Terwijl aan de andere kant de maatschappij zegt van, ja, als je een succesvolle kunstenaar bent, dan zou je dat helemaal niet nodig hebben. Want die denken van een succesvolle kunstenaar verkoopt. Maar zo is het niet. Het wordt altijd zo gezegd van, we streven naar vernieuwing. Nou, ik weet niet wie dat doet van hoge hand, maar ik niet. Ik streef naar verdieping. Het is een wonder dat er nog zoveel kunstenaars zijn die zulke bijzondere werken maken tegen alles in. En dat ze niet denken aan van welke relevantie heeft dit voor de maatschappij. Behalve dan dat ik iets moois wil maken of iets bijzonders of mensen wil laten genieten of verheffen of verbinden. Ik zou dit gewoon de hele wereld wel willen laten zien. Zo fijn is dit dat dit kan. Er is zo'n grote, prachtige onderlaag in de kunstwereld, breed gezien. Van mensen die zulke mooie dingen maken. En die komen niet op tv of die komen niet in het museum. Maar die gaan door. En dan, ik denk dat ik daar een stem aan wil geven.